Het gaat slecht, heel slecht. Of ik kan zingen? Nee, dat vragen ze nooit. Daar wou ik het niet goed mee op het moment. Het zit in een dip. Bij het Brabantse dialect en het Brabantse dialectenlied. Dat is triest om vast te stellen, maar dat is zo. De afgelopen zondag gehouden wedstrijd voor het Brabants mooiste dialectenlied speelde zich af voor een grotendeels lege zaal. 325. Zit het vol? Nou, dat moeten we afwachten, maar ik ben bang van niet. Plaats genoeg, dat wel. Je bent bang van niet. Ik ben bang van niet. Theater De Speeldoos in Vught blijft zondagavond grotendeels leeg. Wel is er een winnaar. André van der Boogaert uit Tilburg met Hey God. Dat het slecht gaat met het dialectenlied merken ook de programmamakers van de lokale radioomroepen. Kijk, maar van boven vallen ze weg, de luisteraars. En van onderen komt er niks bij. Dat is ons nadeel. De oorzaak is waarschijnlijk een val in het eigen mes van de zogeheten dialectenmafia. De verheerlijking en het vasthouden aan vroeger. Maar ik vind het onzin om Brabants of dialect te associëren met het verleden. En daar moeten we verdomme vanaf. Hij was nog gloedje. Maar ik heb daar niet echt een gevoel bij van, oh, dan moeten we dus zien vast te houden of tegen te gaan, die verdwijning. Want dat is gewoon heel erg logisch dat dat gebeurt. Hè. Taal moet veranderen en onze samenleving is eigenlijk zo veranderd dat er helemaal geen plaats meer is voor kinderen die alleen maar in het dialect worden grootgebracht. Om het dialect en dialectenlied een impuls te kunnen geven, is nu alle hoop gevestigd op Guus Meeuwis. Nou, we zijn al jaren bezig om Guus niet te laten zingen. En als hij een hit heeft in het Brabants, dan zou het een hit kunnen worden in heel Nederland. En dan kunnen we het Brabants op die manier wel promoten. Dus Guus zou wat jullie betreft ook in het Brabants moeten zingen? Ja, als je maar 1 of 2 liedjes zou brengen, zou erg mooi zijn, ja. Ja, dat zouden we heel graag hebben. En dat verzoek is wel eens neergelegd? Ja, daar zijn we mee bezig, maar het is heel moeilijk om hem te pakken te krijgen. Hè? En wat vragen jullie dan aan hem? Gewoon, wil je het keer iets in het Brabants opnemen? Maar je kan hem heel moeilijk bereiken, dat is het hele probleem. Geef mij het gevoel. Guus Meeuwis, de redder van het Brabants lied. Nee, die moet helemaal niks in het dialect doen, want zolang hij zingt over een lege fles wijn, dan geloof ik het wel. We willen Guus ook wel eens kietelen om eens een Brabants liedje te zingen. Hij kan ons ook helpen om dat Brabants gewoon eens op dat spoor te krijgen. Die dwarsliggers die hebben we al. Zolang ik je niet verlies, vind ik het. Kijk, dat zou natuurlijk fantastisch zijn hè, als Guus Meeuwis in het dialect zou zingen. Dialect van Mariahout zou dat dan moeten zijn. Hij zegt zelf dat hij dat eigenlijk niet zo goed beheerst. Dat zou wel heel erg helpen om het imago wat op te krikken en om ook een jongere bevolkingsgroep te bereiken. Dus in die zin, ja, dat is natuurlijk, zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar ik vind wel dat dat dan ook op Guus' manier zou moeten. Hè? Hij hoeft zich niet te plooien naar traditionele maatstaven of iets dergelijks. Blijft de vraag of Guus wel zou willen. Dat hij moeilijk te bereiken is snel opgelost. Want wie tot 10 kan tellen, kan ook Guus Meeuwis bellen.